Zo, gaan we beginnen met de kraag. De mooie kraag. Eens kijken of er wat mensen zijn die mee willen haken of uitleg willen hebben. Ik zie nog niemand. Enfin, we gaan beginnen. Je zet als eerste je lus op je naald. Boom. Dan maak je nog twee lossen. Dus de eerste lus die je op hebt gezet telt als één losse. Dan maak je nog twee lossen. En dan maak je nog eens twee stokjes daarbij. Dus je gaat de eerste lus die je hebt gemaakt, ga je gelijk de twee stokjes haken. Dus in het begin een beetje priegelen, maar dan kom je vanzelf wel in. Zo, dat zijn er twee. Nog eentje erbij. Is nummer 3. Nou, ik zag net dat mijn filmpje een beetje scheef was, dus ik hoop dat jullie nu wel kunnen kijken met rechterhoofd in plaats van dat jullie me rechts gebogen zit. Kan zijn dat je hier wat losse ruimte krijgt, trek het gewoon even aan en is die mooi dicht. Zo, nou hebben we er 3. Dus 3 lossen van de eerste, de tweede en de derde is 3 stokjes. Dan gaan we beginnen met de volgende toer. Haak je 3 lossen of 1 losse en je werk draaien en dan maak je gelijk een stokje. Ik heb voor de beginners onder ons gekozen voor gewoon 3 lossen te haken. Ik kreeg een bericht binnen dat daardoor een gaatje ontstaat. Dan doe het op mijn manier 1 los en direct een stokje erin haken. Dan is het mooi dicht. Dan haak je over de andere 2 steken ook nog een stokje. 1 en nummer 2. Zorg ervoor dat je 2 lussen pakt. Dan heb je er weer 3. Nu gaan we door. 1 lossen. Nou, dan ga je dus daar weer een stokje maken. 1, 2 en daar gaan we meer. Dus we gaan naar die kant meer, dan ga je die kant op. Als je nou het andere deel van de kraag wil maken, ga je aan die kant meerdere, maar om de toer. Let wel even op, niet iedereen heeft even grote busten vanaf de even grote kraag. Dus meet vanaf je middenrif tot midden achternek langs je vest af. Dus doe je vest aan, leg de centimeter langs de kraag, dus bij je middenrif, langs je kraag tot midden achternek. Dat is de ruimte die je nodig hebt voor de kraagopbouw. En ongeveer halverwege moet je uitkomen met een mooie punt. Dat is de ruimte die je moet maken. Dat zijn we nu mee bezig. Dus als dat betekent voor jou van ik doe om de toer meerdere, het gaat mij te langzaam naar de punt toe. Dus ik wil de punt wijder hebben, dus dit gedeelte. Zo. Als jij die wijder wil hebben, zul je hier en daar meer moeten gaan meerderen. Dus dan kan je ervoor kiezen van 1 toer normaal en dan 1 toer meerdere, volgende toer meerdere en dan normaal. En dan weer 1, 2 toeren meerdere en dan weer 1 normaal. Zo kan je zelf bepalen nou hoe ver jij die punt wil laten uitlopen. Maar wat de puntbreedte betreft moet ook de rest van de kraag worden. Dus, maar daar komen we zo op. We gaan gewoon even doen zoals ik heb uitgelegd op de tekening. Dus ik heb nu 1 stokje. Dan plaats ik daarnaast nog 1 stokje. En in de laatste hier moet je even de derde lus zoeken. Daar plaats je 2 stokjes. 1 en dat is nummer 2. Ik ben nog niet helemaal lekker, dus verontschuldig mij als ik af en toe een beetje haper. Ik nu dus weer 1 losse en haak ik daar gelijk een stokje. En dan ga je terug. Dus 4 stokjes moet je in totaal hebben. Dat is nummer 2. Dat is nummer 3. En hier hebben we nummer 4. Nou, dit is dus weer je normale toer. Daar heb je geen meerderingen gedaan. Dan ga je verder. 1 stokje. 2 stokjes. Ja. 3 stokjes. En de laatste maak je weer een meerdering. Dus daar maak je weer 2 stokjes. 1 en nummer 2. Ja, gaan we verder. Gaan we nou dus 5 stokjes.
klaar. Want we hebben 5 stuks. Dus hier weer 1 stokje. 2 stokjes. 3. 4. En nummer 5. Dan gaan we weer terug naar de toer dat we gaan meerderen. Dus we doen weer 1 losse. Weer een stokje daar. 1. 2. 3. 4. En in die laatste weer 2 stokjes. 1. En nummer 2. Dan hebben we de 6. Dan gaan we weer gewoon normaal 6 stokjes haken. 1. 2, 3, 4, 5 en de laatste is 6. 1 losse en nou komen we weer in de toer aan dat we weer gaan meerderen. Dus we gaan hier weer meerderen. Dus 1 stokje, 2 stokjes, 3 stokjes. 4 stokjes, 5 en in de laatste maak je weer 2 stokjes. Dus nummer 6 en dit is nummer 7. Ja, nou, dan gaan we nog 1 toer samen doen, dus deze. Dan gaan we 7 stokjes maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, en nummer 7. Dan hebben we dit als model. Wacht, ik doe even omdraaien en zie je gelijk hoe die moet lopen. Hier zijn we begonnen. Om de toer gemeerderd. En nu zijn we hier. Dit doe je dus naar gelang. Naar hoe ver jij die punten wil laten lopen. Of je meerdert meer. Of je doet om de toer meerderen. Dat is naar je eigen keus. Ik laat je nu even zien hoe dat met die stippellijntje gaat. Want ik heb getekend dat je op een gegeven moment bij ongeveer bij toer 20, als je het patroon aan zou houden, als je daar prima mee bent, wat je dan zou moeten doen. Dan neem je ongeveer de helft van het aantal stokjes wat je hebt gemaakt. Ik heb er dus 7, ik doe nu dus eventjes 3 stokjes maken. Dat is nummer 3. Dan hebben wij 4 steken over. Daar doe je dus 4 los voor. 1, 2, 3 en 4. Ja? Plus 3 lossen. 1, 2, 3. Om het eerste stokje te creëren. En dan ga je in de vierde lus. Vanaf je haaknaald. Die lus op je haaknaald tel je nooit mee. Maak je een stokje. 1. Zorg er ook weer voor dat je daar 2 lussen pakt. Dus 2. Nummer 3 en nummer 4. Dan heb je 5 stokjes. Dat klopt. Dan draai je de rest even om en dan maak je je laatste 3 stokjes. Dus je hebt uiteindelijk aan de rugband 1 stokje meer, voor de kraag bedoel ik, dan de rest van je werk. Oh, moet wel 2 lussen hebben. Zo. Ja. En dan ga je verder. De stokjes die je hebt, die haak je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en nummer 8. Ook hier weer zorgen dat je in die 2 lusjes komt. Nou, dit ga je dus herhalen. Dit gedeelte komt uiteindelijk in je nek terecht. Wat dit gaat doen is dat het creëren gaat, het gaat zich vormen naar een kraagje. En de kraagje vouwt zichzelf om. Zie je? Zo krijg je hem. Die haak je lang door totdat je achter in de nek bent. Dat doe je dus 2 keer en de andere kant doe je aan die kant. Je kan dus ook andere deel op deze manier haken. Dus je maakt daar 2 stuks van. Zorg ervoor dat je de toeren gelijk houdt. Dat je als je links om, als je om en om gaat haken, dat je dat bij het andere
voorkantje ook doet. Dan sluit dat straks mooi aan bovenin. Goed, ik hoop dat dit duidelijk is voor iedereen. Mochten er nog vragen zijn hierover, even naar de vraagtopic week 7. Ik zal straks nog even een filmpje maken voor de dames waarvan de vest te wijd open staat naar hun gevoel. Dan ga ik even een mooie rand voor creëren. Dan kunnen jullie die als eerste aanzetten. Daarna gaan jullie weer verder met de rand van week 7 en de kraag. De kraag kunnen jullie dus al maken. En de rand nog even mee wachten. Daar kom ik zo een nieuw filmpje mee aan. Goed, ik wens jullie heel veel succes. Tot zo.